In deze les laten we je zien welke mogelijkheden je hebt als het gaat om het opslaan van je foto's. Allereerst heb ik een JPEG-bestand geopend, dus dat is een foto die als JPEG uit mijn camera is gekomen. Die foto heb ik vervolgens bewerkt door er een laag aan toe te voegen en deze foto bestaat dus nu uit meerdere lagen. Als ik de foto nu weer op wil slaan als JPEG, dan kies ik daarvoor in het menu Bestand voor Opslaan als. Er zijn nog twee andere opties, namelijk opslaan en opslaan voor het web, maar beide opties gebruiken we liever niet. Opslaan overschrijft namelijk je originele bestand en dat willen we zeker niet. Opslaan voor het web doe je eigenlijk alleen als je een heel klein plaatje op het web wilt maken. Dus bijvoorbeeld een avatar of een kleine thumbnail of iets dergelijks. Wij kiezen standaard voor opslaan als. En als ik dat hier doe, dan zie ik vervolgens dat het formaat automatisch omgezet door Elements naar het Photoshop formaat. Je ziet dat ook, want achter het puntje van de bestandsnaam staan de letters PSD. De reden waarom Elements dat doet, is omdat ik een bestand heb met meerdere lagen. En in een JPEG kan ik niet meerdere lagen opslaan. Je ziet ook dat het vinkje voor laag is aangezet. Als ik hier toch als JPEG op wil slaan, dan kan dat. Ik kies dan in het formaat JPEG en krijg vervolgens een gele driehoek als waarschuwing te zien. Elements heeft ook het woord kopie toegevoegd aan mijn bestandsnaam. Wil ik deze waarschuwing niet hebben, dan druk ik op annuleren en zal ik er eerst voor moeten zorgen dat ik één laag maak van de foto. Als ik dat gedaan heb, kan ik teruggaan naar opslaan als en zie je dat Elements automatisch het formaat JPEG heeft gekozen. Pas echter op, want bij de bestandsnaam staat nu niets extra's en je zult dus een extra toevoeging aan die bestandsnaam moeten geven om ervoor te zorgen dat het bestand niet wordt overschreven. Ik kies hier bijvoorbeeld voor de letters bewerkt. Nu kan ik op opslaan drukken en krijg ik een venstertje te zien waarin ik de JPEG opties op kan geven. Het enige wat hier van belang is, is het schuifje. Dat correspondeert met het getal daarboven voor kwaliteit. Als ik het helemaal naar links haal, krijg ik een heel klein bestand, namelijk 185 kilobyte. Dat is dus de setting 0. Als ik het helemaal naar rechts haal, krijg ik de maximale opslag. In dit geval is dat 3,2 megabyte en de kwaliteitssetting staat dan op 12. Afhankelijk van wat je met je foto wilt, kies je hier dus een waarde. Een lagere waarde dan 8 komt eigenlijk zelden voor in de praktijk, maar je kunt er dus wel voor kiezen. Hoe lager de waarde, hoe hoger de compressie. En compressie betekent kwaliteitsverlies. Dus als je een foto wilt hebben die er gewoon goed uitziet op groot formaat, kies dan voor de waarde 12. Welke waardes je kiest voor publicatie op het internet, leer je in een volgende les. Ik klik hier op OK. En de foto is nu opgeslagen. Hoe werkt het bij een foto die ik in RAW heb opgenomen, zoals deze? Allereerst is het van belang om te weten dat je een RAW-bestand nooit onder zijn eigen naam op kunt slaan. Als ik hier kies voor opslaan, dan doet Elements niet eens een poging om die foto op te slaan als RAW-bestand. Hij zet hem meteen om naar een JPEG en hij geeft er ook een kleine extensie aan de bestandsnaam mee. Voor de rest werkt het echter precies hetzelfde als met een JPEG. Je kunt hier het formaat kiezen en vervolgens de bestandsnaam aanpassen. In het begin van deze les zag je dat Elements een foto met meerdere lagen automatisch wil opslaan als PSD. Daar is ook een goede reden voor. Het PSD-formaat is namelijk het formaat om je foto op te slaan als je er later nog eventueel bewerking op los zou willen laten. Zoals bijvoorbeeld met dit kerstkaartje. Als ik het volgend jaar nog zou willen gebruiken, is het natuurlijk heel fijn als ik dat getal 2014 aan kan passen. Dat kan ik alleen maar doen als ik de foto opsla met meerdere lagen, want dan kan ik vervolgens die laag selecteren, erop dubbel klikken en dan zie je dat ik hier dat getal kan veranderen. Een foto opslaan met meerdere lagen doe je dus in het PSD-formaat. In dit geval staat mijn foto al in PSD-formaat en anders kies je bij opslaan als voor het Photoshop-formaat. Je foto wordt dan dus met de lagen opgeslagen en dat zorgt ervoor dat je die lagen afzonderlijk op een later moment weer kunt bewerken. Het nadeel van een PSD-bestand is dat het heel groot is. Zeker als je foto uit veel lagen bestaat, kan zo'n bestand al snel 50 tot 60 megabyte groot zijn.
Zorg er dus voor dat je niet al je foto's als PSD opslaat.